Welkom in de Notenboomzaal in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen. Mijn naam is Maartje de Wilde en ik ben de projectleider van de tentoonstelling over heilige boeken, Jodendom, Christendom, Islam. Wij hopen dat de bezoekers stil worden. Wij hopen dat de bezoekers, als ze hier komen, stil worden bij het zien van deze zaal. En die zaal is eigenlijk een prachtig decor voor de boeken die centraal staan. De heilige boeken die eigenlijk het respect krijgen hier dat ze ook echt verdienen. Deze tentoonstelling is heel bijzonder omdat hier 45 unieke objecten tentoongesteld worden. 15 boeken uit de Joodse traditie, de christelijke traditie en de islamitische traditie. En het is uniek in België dat die voor het eerst eigenlijk in combinatie met elkaar worden getoond. Deze tentoonstelling is thematisch opgebouwd en de bezoeker ziet bij het binnenkomen de drie oudste stukken van de selectie. U ziet hier een uniek fragment van de Dode Zeerollen uit de eerste eeuw na Christus. Dat is het oudste stuk van de selectie. U ziet passages uit de brieven van Paulus aan de inwoners van Thessaloniki, een stuk uit de derde eeuw na Christus. En u ziet het oudste Koranfragment dat we hier hebben, een stuk uit de 7e eeuw. Dat is de eerste eeuw van de islamitische jaartelling. Ik ben echt ontroerd met deze tentoonstelling en met dit hele project. De drie documenten in de eerste drie kasten, daar gaat het eigenlijk over. Die openbaring, die onafgezien, of we nu Joods, Christen, moslim zijn, die allemaal voor ons op de een of andere manier vroeger, nu en morgen een belangrijke rol speelt. Het is voor mij een openbaring om de andere geloven en het parallel te ontdekken. En ik denk dat het is zeer goed, het zou goed zijn dat veel, veel mensen komen dat kijken. Mijn favoriete stuk is de Armenbijbel, omdat ik het zo frappant vind hoe ze eigenlijk voor iedereen het geloof toegankelijk probeerden te maken via print. Ik ben heel trots dat we met heel veel mensen uit de verschillende gemeenschappen hebben samengewerkt om dit te realiseren.